geknokt en gevochten elke slag weer. En dat resulteert in een tijd van 4:13. En dat is niet een tijd waar ik echt tevreden mee ben. Je bent getergd, hè? Ja, ik had hier echt super hard willen rijden. En de hele week ging het aardig goed. Op het ijs ook heb ik goede dingen gedaan. En het was gewoon echt heel erg zwaar. En dat is toch iets wat je even moet verwerken. Het is toch Olympische Spelen en je wil hier gewoon presteren. Het is een meisjesdroom om hier te staan. Maar dat is niet alles. Je wil hier ook presteren. En daar zijn we uiteindelijk voor. Ik heb echt genoten van de hele dag. Alleen de race, dat is gewoon, dat doet wel een beetje pijn. Dankjewel. En dat was Monique Kleisman en die heeft een nieuw woord in ons woordenboek gebracht. Een meisjesdroom. Meisjesdroom, ja. Toch? Meisjesboek, meisjesdroom. Ja, maar we hebben toch altijd over een jongensdroom. En nu is er een meisjesdroom bijgekomen. Ja, meisjesdroom. Ik heb goed naar haar zitten luisteren, jij ook. En ik vind dat ze dat punt heeft. Het is hartstikke reëel. Aan de andere kant is het natuurlijk een feit dat anderen wel gaan letten op die startplek. Zij heeft gewoon haar punt gehaald. Zij heeft zich gekwalificeerd voor de 3 kilometer. Zij heeft zich letterlijk het snot voor de ogen gereden. Zij heeft gedaan wat zij moest doen. En zij hoeft helemaal geen Smit op de nek te nemen. Nee, dat sowieso. Maar ik bedoel, het is... Nee, geen punt. Wel punt? Nee. Wel? Nee, voor haar is het een punt. Maar je kan toch uit twee oogpunten spreken. De punt van haar is, ik trek me er niks van aan als iemand met mij over die 3 kilometer of over die 5 kilometer begint. Van Grete Smit, dan kap ik dat direct af. Ja. Dat mag ze doen, dat moet ze doen. En ik hoop ook dat ze dat heeft gedaan, dan denk ik wel. De andere kant van het verhaal is dat het ons wel aangaat... wie er gaat zorgen voor die startplek van Greta Smit. Dat kan ook Wüst of Groenewold zijn namelijk. Ja, nee, we zijn er ook nog niet. Maar we leggen het wel bij haar op de schouders. Dat is ook logisch, dat is vooringenomenheid. Nee. Ja, dat is realiteit. Kom nou. Realiteit bestaat niet. Ja, je hebt relatieve realiteit. Als Groenewold zo direct onderuit gaat, wat dan? Dan hebben we een probleem. Oké, dat bedoel ik dus. Ja, maar... Dus daarom is het niet eerlijk ten opzichte van haar om het bij haar neer te leggen. Ik ben het gewoon niet met je eens. Goed, zo dan praten we vanavond dan wel verder uit. Ja. Nee, ik wil ook mijn punt maken. Ik begrijp dat het niet haar aangaat, maar het gaat wel ons aan. En als je kijkt naar een volgorde, er is vandaag gebeurd wat tot nu toe. Ik vind Kleinsman niet slecht, dat ze slecht heeft gereden. Ze had het beter gewild, maar dat wil je allemaal. Maar als je kijkt naar haar niveau, dan zeg ik van nou, dan zit ze rond het niveau wat ze het hele seizoen geschaatst heeft. Ik heb het steeds vergeleken met wat hier eerder gebeurd is in Turijn. Het enige is dat ze keihard van start gegaan is. Harder dan de rest, relatief gezien. En daardoor lopen die rondetijden wat op. En zij hoopte dat ze dat vast zou kunnen houden. Dan zeg ik, ja, Monique, natuurlijk hoopten wij dat ook wel. Maar je moet ook altijd kijken naar je eigen niveau. En dat vind ik het moeilijke van het analyseren van dit hele verhaal. Je moet altijd relatief kijken. Ja. En toen zij over de streep kwam, dacht ik van, nou, nee, ik ben daar zeker niet ontevreden over. Nou, dat punt wat is zij dus ontevreden voor jou. Is, daar is ze topsporter voor. Ja. Hoe is jouw koningshuiskennis? Ja, we hebben wat zien zitten, hè? Oh, dames en heren, ik ga mij... Maartje van Wegen, als je kijkt, neem het niet kwalijk dat ik even in jouw rol treed. Maar oké, laten we het even als volgt zo zeggen. Je bent een klein kind en je moeder komt uit Argentinië. Denk je dan dat je moeder kan uitleggen hoe schaatsen in elkaar zit? Ik neem u terug naar pakweg een half uur geleden. Op de hele hoge VIP-tribune. Prinses Maxima met de prinsesjes Amalia en Alexia. Let op. Kijk, zegt ze. 3, 4, 5. En dan moet je de bocht doorrijden. Hop, paf. Zie je? En zo gaat het. Zo leer je als Argentijnse hoe schaatsen in elkaar zit. En mijn hoofdredactionele artikel voor ons vorstenhuis zal ik vanmiddag opsturen. Maar het is toch leuk. Prachtig, dat... joh. Ja, ik ben ook helemaal jaloers op die Maxima, eerlijk gezegd. Waarom? Maar dat begrijp ja, mijn kindje. Oh ja, maar die komt toch ook hier? Die mag ook op de tribune. Oh, die komt ook hier. Oké. Nu gaat het gebeuren. We hebben nu tijden gehad waarbij Wojcicka 4:09 rijdt. Dus alles wat hierna rijdt, rijdt harder? Nou, dat hoop ik niet, want dan liggen we eruit op de 5 kilometer. Dat is natuurlijk toch waar ik even op terug wil komen. Crowley, Rokita moet ik zeggen, de Oostenrijkse en Crowley, de Amerikaanse. Dat zijn nog bedreigingen voor onze plek. Ja. Nou, dan Irene Wüst, die gaat er natuurlijk wel voorbij. Maar dan zouden we volgens mij net goed uitkomen wat betreft Kleinsman. Dan hebben we daar het laatste woord over gezegd, toch? Je wil het laatste woord hebben, je krijgt het. En dan moeten we ervan uitgaan dat er harder gereden wordt dan die 4:09. Ik had in aanvang bedacht dat we echt wel rond die
4 minuten zouden moeten komen. Gisteren dacht ik halverwege dat is een te scherpe tijd. Maar ja, toen uiteindelijk deden die mannen dat natuurlijk toch heel erg goed. 4.05 is het baanrecord. Ja, ja, 4.02, 4.01. Oké. Wij gaan eens kijken naar een van de volgende kanshebbers. Kunnen we dat in deze pauze mooi doen? De naam van Cindy Klassen is heel weinig gevallen dit seizoen. Op een of andere manier verstopte ze zich. Had ik wel eens het idee. Maar mensen die zich verstoppen komen ooit weer eens tevoren. En dan kom je toevallig Jeroen Stekelenburg tegen. Het leek de Canadese schaatsbond een leuk idee om zijn schaatsers in een Italiaanse setting aan de pers te presenteren. En dus wappert de Canadese vlag aan de gevel van een Italiaans restaurant. De security is op zijn hoede, binnen is alles in winterse sferen en de perschef zet nog even de stoelen recht. Dan verschijnen de atleten en het zijn er nogal wat. Wij komen voor Cindy Klassen en we zijn niet de enige, want Klassen is favoriet op meerdere afstanden. En de 3 kilometer lijkt eigenlijk alleen maar door haar of door Annie Vriesinger gewonnen te kunnen worden. I think that any race, I think that it could be anybody's day. I think at the Olympics, it's a strange event because sometimes people come out of the blue that haven't been doing well all year and think can come and win a gold medal. And so it could be anybody's day. I think with Annie, she's a very strong skater. And so I think that she could do really well. And I think that her and I this year have really been pushing each other to higher levels. And so both of us have been skating well. Yeah, and you both have been a lot stronger than the rest. I'd say sometimes we have been stronger than the rest. And I think that's going to give both of us confidence going into these games. But like I said, it could be anybody's day. Die anybody moet dan wel afrekenen met de houdster van 2 wereldrecords. De eerste setklasse begin november in Calgary op de 3 kilometer. En een week later rijdt ze in Salt Lake bijna een mannentijd op de 1500. Laatste meters. Oh, wat komt hier een tijd aan. Geweldig. Cindy Klassen, kijk toch eens. 1:51.79. Wat is dit zeg. Zelfs Vriesinger is onder de indruk van Klassens tijd. En in dat deel van het seizoen is Klassen niet te kloppen. Wat ook een rol lijkt te spelen bij het rijden van Klassen is de locatie van de wedstrijd. In Noord-Amerika rijdt ze meestal beter dan in Europa. I don't think there should be any difference. I mean, the ice conditions are different than what we're used to, but we've skated so many times in Europe already that I think that we're used to how the ice is and how there's less glide than in Calgary. And so, I mean, the conditions are going to be the same for everybody on race day, and so it shouldn't be a problem. Buiten Klassen en Vriesinger zijn er eigenlijk geen favorieten op de 3 kilometer. Samen wonnen ze alle wereldbekerwedstrijden. Het enige dat beide nog wel eens parten wil spelen is de druk. I'm really trying not to think about things like that. And in the village, I think things are a little more intense because now it feels like we're actually at the games. But there'll probably be a little more pressure just because it's the very first race of the Olympics. But I'm really trying not to think about the pressure and I'm just trying to go into my first race and all the races and just enjoy myself because I think that when I'm having fun in my races, then that's when I skate my best. Would these games would be a failure if you don't win a gold medal? No, I think they'd be a failure if I went into my races and didn't give it 100%. And I want to look back maybe 2 weeks later or maybe a year later and look back at these games and think, oh, I gave it my best and I had a lot of fun doing that. And I think that it can't be a failure if I do that. It's very modest for a world record holder on 2 distances. It really means a lot to me going into the races and just enjoying myself. And that's something that I've been trying to do this whole season and every single race that I go into. And I think that when I'm enjoying myself, that's when I race my best. And so that's what my focus is going to be. Cindy Klassen. Dat is weer een hele andere benadering van naar sport kijken. Ik heb het wel eens eerder gezegd, een beetje zweverig heb ik wel eens het idee bij haar. Maar ze is zo goed, ze weet zo precies wat ze doet. Ja, nou het is niks zweverigs eigenlijk om te zeggen van het gaat erom dat ik mijn race goed rijd. We weten allemaal dat mental coaching, dat hoort er nu eenmaal bij. En het wordt ze ook geleerd om op die manier naar de wedstrijden te kijken. Anders zou je bezwijken onder druk. Je kan niks doen aan de prestaties van je tegenstander. Daar heb je geen invloed op. Het enige waar je invloed op hebt is op je eigen rijden. Dus als je nu maar blijft concentreren op dat wat je zelf doet op het ijs. Je eigen prestatie. En dan gaat het erom dat je ja, voor je
je moet goed blijven rijden. Je moet lekker rijden. Dat is toch het uitgangspunt van het hele schaatsen. Dat de timing goed is, dat het klopt allemaal. En dan is het afwachten wat de rest doet. Daar heb je absoluut geen invloed op. En bij die rest, dames en heren, zit nog een andere Canadees. Daar heb ik het niet over Clara Hughes. Dat is misschien wel de veteranen, de wielrenster, schaatsen. Maar we hebben Katrina Groves hebben we nog. En misschien dat die wel de dark horse is voor de volgende drie kwartier waar we gaan kijken. Groves dus, de Canadees. So what are some things that you guys saw that I was doing that is different from a hockey skater or a figure skater? Right back. Christina Groves knows the smallest of things can make the biggest difference in a child's life. That's why this Calgary speech skater spends so much of her time talking to kids. There we go. Is that the most important part? No. No. It's a good part, but not the most important part. All right, there's Gabrielle Sheeler, speed skater. She remembers herself at this same age and how one experience changed her life. Well, it was 17 years ago about, and we were driving home from the cottage one day, and out of the corner of my eye, I could see this poster for this relay they were having for the Olympic torch. And when I saw that this relay was happening, that source of inspiration was great enough for me to do something about it. Christina immediately set up her own training program to become a torchbearer. She had to improvise by using her dad's hammer. Weeks later, when she finally learned she had not been chosen, she was disappointed but not deterred, because by then, she had made up her mind to pursue another Olympic dream. Even though I didn't get chosen to run in that Olympic torch relay, I think something even more special happened in that I chose the Olympics, and that's what really started me on the path to become an Olympian. She took up speed skating with a vengeance. And in 2002, her dream came true when she competed at the Olympic Games in Salt Lake City. Nice and low. Okay. Not just bending here, but bending there. Christina, one of the best in her sport, has never forgotten how a single moment in a child's life can inspire greatness. I mean, I think we're surrounded by sources of inspiration every single day. I think the kids maybe see in me somebody who's living out what their dream is, and I think that's a powerful motivator, and it's a good example for kids in our country. What do you call that if there's something you want to be when you grow up? A goal? A goal, exactly. It made me think that it is such a beautiful thing to be inspired, because I know that that inspiration set me on a path in my life that has been so rewarding. Had I not had that source of inspiration, I mean, who knows where I would be today. Did you have fun? That's good. Keep skating hard, okay? Christina Groves dus, zeg maar de derde Canadese en de vrouw waar wij eigenlijk het minst van af weten. Maar als je dat dan zo bezig ziet, dat vind ik weer een andere. Dat vind ik een typische Noord-Amerikaanse manier ook van het wijze van het filmpje maken. Zoiets zouden wij dus niet doen. Zo'n filmpje als die Canadese. Daar zit altijd het mooie aspect in. Ja, nou ja, goed. Ik waardeer het wel zeer. Wat ik al zei, ik was ook op het schooltje vorige week. En het is zo leuk om, om toch iets positiefs uit te dragen. Dan begin ik ook zo'n beetje zo half soft te worden. Maar in deze tijd. En de manier waarop het gemaakt is, daar ben ik wel met je eens. Maar het is ook leuk om de andere kant van iemand te zien. Ja, maar laten we dan ook niet vergeten, aan de andere kant de harde sportvrouw zit, die wel 3,59 gereden heeft. Hallo. Ja. Dus ze is steengoed. Ze is hartstikke goed. Ja. Ja, ja. Er is ook wel een andere kant van die sportmedaille. Maar ja, dat doen we ook een ander keertje. Oh, goed. Toch? Goed. Wij gaan zo beginnen. Ik geloof niet, ik moet even kijken. Dames en heren, ik kijk even naar het. Hebben we nog een beetje tijd? Ja. Er is gezegd dat precies één kwartier nadat de ijsschoonmaakmachines, want zo heette die dingen officieel, nadat de ijsschoonmaakmachines van het ijs dat er dan gestart gaat worden. Maar dit is een typisch Italiaans kwartiertje en daar gaan we iets overheen. Maar veel maakt dat niet uit. We gaan gewoon maar kijken naar wat er op het ogenblik gebeurt. Want vaak zeggen beelden veel meer dan wat anders. Kijk. Ah. Mevrouw Zee. Mevrouw Hersman. Ja. Colette is hier dus ook. Dus bijna al onze mensen hebben hun eigen mensen bij zich. Met Karel Verheijen. Kopie gebruiken. Kijken. Goed kijken. Een dag na zijn grote teleurstelling.
Ja, wat ik ook goed vind van Wüst is dat ze toch nu heel relaxed is. Het is niet iemand die zich opgesloten heeft in haar eigen wereld. Dat heeft ze ook, daar is het ook het type niet naar. Hè? Je ziet al, ze is extravert. En ze heeft nu zoiets van, over twee ritten gaat ze. Ja? Nou, ze neemt echt de tijd om, om nog onderheen te kijken. Dat, ja, waarom is ook een manier van afleiden. Nou, ik geef je te eten. Je moet het eten geven die dat niet kunnen. Oké, ga even terug in je gedachten. Ga slechts 26 jaar terug. Hoe stond jij voor de start? Nou, nogal giechelend. Giechelend? Ja. Ja, want de spelen is iets speciaals. Het is iets speciaals. Dat voel je. En wat ik persoonlijk heel bijzonder vond, dat ik tijdens het inrijden vloog over die ijsbaan. Dat ik echt dacht, er gaat vandaag echt niemand anders winnen dan ik. Ik ben degene die vandaag eerste wordt. Dat is dat gevoel van vorm hebben en alles past dan en valt op zijn plek. Ja, niet helemaal rekening houden met het feit dat er dan nog een andere Nederlands was die dat gevoel ook had en net even wat sneller ging. Maar dat is het, als je dat hebt tijdens de Olympische Spelen, dan heb je eigenlijk zoveel geluk. Want het is echt de allerbelangrijkste wedstrijd in je carrière. En dat weet zij dus ook. En dat weet ze ook. En ik hoop echt dat de meiden, Groenewald, Wüst, vanmorgen ook dat gevoel hadden bij dat inrijden. Het zag er goed uit, absoluut. Maar echt dat gevoel van binnen, dat je zo één geheel bent. Ja, dat je rijdt voor wat je waard bent. Dat je rijdt voor wat je bent ook. Dat alles wat je in je hebt eruit komt. Dat is echt ontzettend belangrijk. Dat gaan we nu bekijken. De finale komt eraan, dames en heren. Hier gaan we. Frank, Martin. Was je blij dat je vrouw kon zien, Martin? Jazeker, hè? Ja, natuurlijk. Ja. Dit is Margaret Crowley. 19 jaar, uit Chicago. Haar eigenlijke coach is Nancy Swider. Over de namen gesproken uit een Olympisch verleden. Maren Haukli is de Noorse representant. Haukli heeft dankzij haar passering in het wereldbekerklassement voor de Nooren een startplek veilig gesteld voor de 5 kilometer. De Amerikanen hebben ook één startplek op de 5 kilometer. Dat is te danken aan Rainey, die in de rit hierna rijdt. Maar als Crowley het heel goed doet, zouden de Amerikanen een tweede startplek uit het vuur kunnen slepen. En als dat gebeurt, dan rijdt Geeta Smit geen 5 kilometer. Zo simpel is het. Dit is dus een rit van belang voor schaatsland Nederland. Crowley heeft een persoonlijk record staan van 4 minuten en 5 seconden nog wat in Calgary gereden. Het is een jong meisje die zich plaatste bij de Amerikaanse trials voor de Olympische ploeg. En het is een durfval. Ja, dit is ook de hoop voor de Amerikanen. En hier zie je een beetje de slag ook die tegenwoordig bij het schaatsen ziet, dat ze bij het eind van de afzet die schouder nog even naar beneden drukt. Dus ook haar romp in die afzet duwt. Net zoals bijvoorbeeld Sven Kramer zo goed kan. Dat is echt de nieuwe tactiek, de nieuwe techniek. Ook het persoonlijke record van Haukli is 4 minuten 5 seconden. Er zit tussen beide persoonlijke records 400. Haukli reed dat in Salt Lake. Haukli begint voorzichtig. Dat het voor sommige mensen, laat ik zo zeggen, dat het ingewikkeld is hoe de startplekken voor de 5 kilometer die moeten worden. Dat hebben zelfs ook de Noorse televisie uit moeten leggen. Die dachten dat Haukli zich nog moest kwalificeren voor de 5 kilometer. Nee, dat heeft ze al. Want daar is zij, een van de outsiders, voor misschien een medaille. Het is echt een steen. 31-5. En Haukli kan dat lang volhouden. Beide vrouwen aanmerkelijk langzamer vertrokken dan bijvoorbeeld Monique Kleinsman. Maar de schema's van Haukli en Crowley zijn wel te vergelijken nog met het schema van Wojcicka. De snelste tot nu toe. Die ook wat rustiger begon. Ja, die reed ook helemaal vlak. Haukli 32-6. Nauwelijks verval. Geen verval. In elke ronde een tiende. En die Crowley die schiet in één keer omhoog. Crowley nu al 5 seconden langzamer
dan Kleinsman. Ja, die haal je toch niet zomaar meer terug, 5 seconden. Zou je denken. Hier getraind door Tom Cushman, de Amerikaanse. Tweede bij de juniorenkampioenschappen vorig jaar in Holland, Orans. Maar die staat dus dankt ze vooral aan een goede lange afstand. 32-9 voor Hauglik, nog steeds geen krimp geeft. En inmiddels rijdt Hauglik nog maar 1 seconde boven het schema van Wojcicka. Hauglik reed hier ook in december. Toen klokte ze 4.11.71, werd daarmee 8e. Een hele wijde bocht. Reed niet langs de blokken, dus die maakt veel te veel meters. En blijkt dat in de rondetijd 33-2. Ja. Hij moet 3/10 per ronde inleveren. Nog altijd 1 seconde boven het schema van Wojcicka. Ja, Wojcicka versnelde nog naar de 32. Crowley 1 seconde of 6, meer zelfs, langzamer dan Kleinsman. Dus Crowley gaat het Nederlandse kamp niet de schrik aanjagen. Deze hockey heeft natuurlijk een erfenis. Haar opa won brons in 1952 op de Olympische Spelen op de 5 kilometer. Daar wordt veel aan gerefereerd. Hauglik reed een goed Europees kampioenschap in Hamar. 5e werd ze. 2 keer 5e op de lange afstanden. En hier, de tijd van Wojcicka wordt niet bedreigd. 4.12.50. En de Amerikaanse in 4.17.37. Nu komt er straks voor Greta Smit. En voor hen die haar supporteren, hoe zeg je dat, nog 1 moeilijke rit. En dat is de rit van Wüst tegen Rokita. Groenewold maakt, al is hij hier helemaal in zichzelf opgesloten, inderdaad een ontspannen indruk. Ja. Wüst rijdt zich los. Anders dan tijdens de trainingen. Ze was erg geconcentreerd. Stil zelfs. En als je er net aan zag komen, dan krijg je wel een goed gevoel bij. Ja. Dat is een lachenbekje. En de Nooren reageren zeer ingetogen op de prestatie van Hauglik. Hauglik is zelf ook niet blij. Houdt ze van het wereldrecord hier. We gaan heel langzaam naar de favorieten. Cindy Klaassen won 2 keer een wereldbekerwedstrijd over 3 kilometer. En dat deed ze dit seizoen. Beide keer dit seizoen. Catherine Rainey. Dat is al verzekerd van de 5 kilometer. Hetzelfde geldt voor Fei Wang. Ook deze Chinese vrouw is verzekerd al van de 5 kilometer. Nu zult u zich misschien afvragen, hoe kan dat dan? Ja. In Calgary 1 keer 3 geworden in de B-divisie. In Salt Lake 1 keer 10e. In Heerenveen 10e, maar dat was op de 5 kilometer. Maar zij is toegelaten tot de 5 kilometer vanwege haar tijd. 4.3.86 gereden in Salt Lake City. Go to the stop. En Fei Wang reed in Heerenveen op die 5 kilometer wedstrijd 7.08. En dat is de 10e seizoentijd. Vandaar de uitnodiging aan Fei Wang om die 5 kilometer te rijden. En de 3, dat kan ze dus ook. 4 minuten en 3 seconden gereden dit seizoen. Rainey, 4 minuten en 1 seconde 98 gereden. Ook dit seizoen. Net als Johnny Davis, woonachtig in Calgary, traint hij met Xuli Wang, voormalig Chinese.
Maar geen familie van Feiwang. Heb ik me laten vertellen. We moeten het hebben van de slotronden. En dit is een vrij goede opening voor Rainey. Ja, Rainey. Als we het hebben over Dark Horses, over degene die misschien wel een medaille mee kunnen pakken, wordt af en toe de naam van Rainey genoemd. Een stuk volwassener geworden. Net als ik al zei, haar eigen weg gekozen. Deze Chinese is ook wel goed, hoor. Nationaal kampioen allround van haar land. En Wang werd ook Aziatisch kampioen. En is enorm vooruit gegaan dit seizoen. Ja, met name dat weekend in Heerenveen. Opvallend sterk. Het geeft eigenlijk wel aan dat ze zich onder deze omstandigheden waarschijnlijk beter voelt dan zoals het in Noord-Amerika is. De sterke Chinezen. Beide vrouwen sneller vertrokken dan Wojcicka. In deze fase wel langzamer dan Kleinsman en Ishino, maar sneller dan Wojcicka die de beste tijd heeft geklopt. Wang zelfs meer dan een seconde sneller dan Wojcicka. Hij blijft toch elke keer die buitenbocht voor Rainey. Of komt Rainey nu wel onderdoor? Ja. Ja, dat wordt een tikje. Ja, Rainey blijft nu stabiel in de rondetijden. De tweede keer 32-4. Toernooi in Calgary, waar de Noord-Amerikaanse kampioenschappen plaatsvonden. Was de tweede werd op de 5 kilometer en vierde op de 3 kilometer, achter de drie Canadezen. Nog steeds onder de 33. Dat was een fantastische kruising van Rainey, nu kan ze echt de genadestoot uitdelen. Dan gaan we zo naar de bel. Waar Wojcicka 3.36.65 op de klok bracht. 3.36.65. En Rainey is los. Het rondje van Wojcicka was een 33er. Rainey ook een 33er. En ze levert iets in dus. Ja, en de slotronde van Wojcicka was 32.9. Dat was goed. Normaal gesproken moet Rainey het ook juist van die slotrondes hebben. Dat zijn de rondes waarin zij het verschil kan maken. Nu moet ze die kleine marsje daarin verdedigen. Op de Pools, die een 32er klokte in de laatste omgang. En die uitkwam op 4.9.61. Feiwang geeft niet veel toe, komt nog heel dichtbij. En de tijd van Wojcicka blijft staan. De Poolse nog altijd aan de leiding. Dat is verrassend. Rainey laat het nu uitgerekend in de slotrondes haar domein liggen. Die verliest in de slotronde, kijk dan joh, 1,7 seconden. Ja, maar ze klokt een dikke 34. En dan haalt het nog bijna in. Dus vlak voor haar race nu, Irene Wüst. En ze verkeert dus in de wetenschap dat als zij haar race van december zou kopiëren, toen ze dat barenkoor hier klokte, dat ze dan dik bovenaan komt te staan. Want er is tot nu toe gereden 4.9.61. Maar één vrouw, die Poolse, onder de 4.10. Voor Groenewold duurt het nog een tijdje. Eerst Irene Wüst tegen de Oostenrijkse Rokita. Dan een kleine onderbreking. Dan eerst de Duitse vrouwen, Anschütz en Pechstein. En dan Groenewold tegen Klaassen. Nu zijn daar de laatste woorden ter stimulering van Gerard Kempkes aan het adres van Irene Wüst. Hier de houdster van het wereldrecord. Hier de nummer 1 van het wereldbekerklassement. Daar Monique Kleinsman op de tribune.
Amerikaanse fans. Het is nu nog één keer, min of meer, sidderen voor Greta Smit. En vanuitgaande dat Groenewold en Wüst doen wat ze kunnen. Want wacht even, ook die zouden nog een startplaats kunnen verspelen. Dat zou kunnen, in theorie. Maar Rokita, met name zij, kan nog een bedreiging vormen voor de plek in het klassement van de 3 kilometer van Monique Kleinsman. En dus kan die een bedreiging vormen indirect voor Greta Smit. Kleinsman reed 4.13.81. Als Rokita sneller is dan Kleinsman, dan pakt Rokita een startplek en verliest Nederland er een. Hier Wüst houdt ze van het baanrecord. 4.5.44, gereden in december in de B-divisie. Het persoonlijk record van Wüst, die de koninklijke zegen krijgt, is maar een seconde sneller dan de tijd die ze hier toen klokte in december. 4.5.44. Die wil echt gaan, zie je dat? En toen ze die reed in december, was dat een persoonlijk record. Hier in Turijn toen. Ja, vanaf dat moment ging het ook gelijk helemaal goed met haar, die langere afstanden. Dat heeft even geduurd. Dit is de langste afstand die ze hier rijdt in Turijn. Verder nog op de 1000 en 1500 meter. Het leek er maar dat hij er vol in gaat. Gaat in de training ontzettend sterk. Goede tempo's. Maar dan praten we over maximaal 800 meter. We praten over 7,5 ronde. 19,5. Ze is al sneller vertrokken dan toen ze het baanrecord reed. En ze knalt hier. Om in haar eigen taal te spreken, in haar idioom te blijven. Ze knalt over Rokita heen. Daar krijgt de Oostenrijkse dus meteen een tik. Toen ze het baanrecord reed, begon ze met de volgende ronde in 30-2. Irene Wüst. En ook nu, 30-2. Ze hoort tot de outsiders. Een van de gevaarlijke outsiders. En dan moet je vol overgave overgaan. Alleen vol overgave. Dan ligt het aan de meter medaille op je te wachten. 30-8 deze ronde. Net als tijdens die race in december. 200ste is ze sneller dan toen ze het baanrecord reed. En Rokita met 1.24.06. rijdt 1,5 seconde boven het schema van Kleinsman. Dat is niet veel. Als we weten hoe de rondetijden van Kleinsman gingen oplopen. Ja, Rokita rijdt normaal gesproken net zoals Wojcicka vlakke races. Dat kan ze heel goed. Wüst is bijna op de helft. Tijdens de baanrecord race 31-4. Nu weer 31-4. Hoe bestaat het? Je kunt hem er precies opleggen. Deze race op die race in december. Het is er een blauwdruk van. Ze trapt die bochten echt goed door, hoor. Nog steeds ontspannen in het hele bovenlichaam. Tijdens de baanrecord race 32-0. En nu 31-3. Ze versnelt. Wat gaat hij doen? Komt hij niet om te leren, net als Sven Kramer. Je hebt maar weinig kans om de Olympische Spelen. Hij is maar één keer hier van 4 jaar. Dat weet Wüst. Ja. Misschien flauw. Nog 2 ronden te gaan. 2200 meter. 32-1. Nu heeft ze 2 seconden bijna te pakken op het schema van de baanrecord. Ja, het Olympisch record. Rokita rijdt 2 seconden boven het schema van Kleinsman. Ja, het Olympisch record is niet meer in zicht. Nou,
Buus dat ook vindt hoor. 32-7, nee, dan gaat ze niet aan een Olympische record komen. Maar ja, dat staat dan ook op dik onder de 4 minuten. 3-57-70. Dat zal hier toch niet gereden kunnen worden. Laatste bochtje, even naar buiten. En dan moet dat ritme omhoog, als je dat vol kan houden. Wust gaat een barenkoor rijden. Gaat haar eigen barenkoor verpulveren. En zet het op 4-2-43. En dan komt daar de Oostenrijkse aan. En die tijd is van belang. Die tijd 4-12-87. Die tijd is sneller dan Kleinsman. 4-12-87. Dan gaat er een streep voor de naam van Greta Smit op de 5 kilometer. Het goede nieuws zit hem dus in de prestatie van Irene Wust. Een voortreffelijke prestatie. Een barenkoor. 4-2-43. Dat is me nogal een tijd, mensen. Ga eens na. Welke historie heeft deze ijsbaan nog geen enkel? En nu al wordt er hier sneller gereden dan Heerenveen ooit is gereden. Wust rijdt hier sneller dan het barenkoor van Pechstein en Heerenveen. Het is onvoorstelbaar. Het zegt iets over wat er kan op dit ijs. Het zegt dat er nooit meer mag worden geklaagd over de kwaliteit van het ijs hier in de Oval Lingotto in Turijn. En het zegt ook veel over Wust. Die rijdt de race van haar leven op het moment dat dat van je wordt gevraagd. Dat je dat van jezelf vraagt. Fantastisch. 4-2-43. Maar de schaduwkant van deze race. Papa en mama Wust, trots, natuurlijk trots. De schaduwkant van deze race is dat Anna Rokita binnen de tijd van Kleinsman is gebleven. En dat dat betekent dat Nederland ten maximale 2 startplaatsen kan opeisen. Nog maar voor de 5 kilometer. Ja, we doen papa maar wat overheerst in deze race en na deze race, en het wordt hier mooi verbeeld, is natuurlijk de bewondering voor de prestatie van Irene Wust. 19 jaar. 19 jaar nog maar. Mocht ze een medaille winnen, dan is ze niet de Nederlandse jongste winnares. Die zit naast Mart Smeets. Ja, zover is het nog niet. Nee. De kandidatuur staat wel klaar. 4-2 werd getipt als winnende tijd voor de 3 kilometer. Als dat zo is, Irene Wust, 4-2-43. Barenkoor, fabelachtige race. Wojcicka, die zichzelf ook overtrof, 4-9-61. Dan boven de 4-10, Reni, Feiwang enzovoorts. En daar Anna Natalia Rokita. Spelbreker eventjes in alle euforie over de prestatie van Irene Wust. U ziet hoe Wust hier aan het uitrijden is en hoe ze heel mooi inspeelde op het enthousiasme van het publiek. Ze zocht haar ouders om even een heel klein oranje knuffelding naar haar te gooien. Mijn vraag aan de jongste medaillewinnares ooit tijdens de Olympische Spelen. Dat is toch nog wat, hè? Schat nou eens 4-0-2 in. Ja, je kan, ik vind het een gekke vraag. Het is echt een goede tijd. Een geweldige tijd. Ik denk dat er nog wel ondergereden gaat worden, ja. Want? Nou, die mening heb ik. Ik zei 4-0-1, 4-0-2. Ja. En het is een manier waarop Wust gereden heeft, is des Wust. Ze is keihard begonnen. Ik had vanochtend nog aan campers gevraagd van, goh, probeer je haar nou nog te coachen? Wat ietsje rustiger laten beginnen en dan proberen het minder snel op te laten lopen. Hij zegt, nou, die is gewoon niet te coachen. Daar is ze nog helemaal niet aan toe. Het vertrouwen heeft ze nog niet dat het ook anders kan. Ze heeft hem gereden zoals ze hem wilde rijden. En ze heeft het uithoudingsvermogen en de kracht om het vol te houden. Het schema loopt wel iets op. De anderen die na haar komen, die zullen wat minder het schema op laten lopen. Dus ik, ja,
daar wordt nog wel iets sneller gereden. Het is een hele mooie maar race. Maar dat is mijn idee. Oké, dus... het is een hele mooie race. Als je er iets op aan mag merken, dat is die slotronde dan. Want daar is de sprong ineens groot. Ja, dat is zo. Dat is een 34er. Ja. Maar ja, dat is logisch. Als jij met 19,5 en 30,2 begint, dan moet je natuurlijk ergens eindigen. En het is wat ze al dit seizoen al vaker heeft laten zien. Eén keer tijdens de wereldbekerwedstrijd en één keer tijdens het Europees kampioenschap. Zo is ze. En nogmaals, vanochtend vragend aan Kemkers van... joh, hebben jullie daar nog overleg over gehad? Probeer je het anders te doen? Hij zegt, de enige hoop die ik heb is dat ze het verval binnen een paar tienden houdt. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar nogmaals, ze heeft gewoon alles uit de kast gereden. En het is te spreken in iemand anders woorden. Het is gewoon een jonge hond die losgelaten is. En ze wilde ook zo graag. Dus daar is niks op aan te merken. Absoluut helemaal niets. Dus zij mag blij gaan zitten. Kijken naar wat er nu gaat gebeuren. 4-0-2, nieuw baanrecord. Zeer terecht wat Frank en Martin net zeiden. Een baan waar de afgelopen dagen misschien wel zeer onterecht over geklaagd werd. Dat zou niet goed zijn. Sneller dan het baanrecord in Heerenveen. Ja. Gerard Kemkers, Ab Krook die daar staan te kijken. Ja, Gerard, wat moet je bedenken op zo'n moment? Nou ja, je ziet ook dat het Olympische record van Pechstein, 3,57,70. Gisteren kwamen die mannen uiteindelijk toch heel dicht bij Hedrick, bij dat Olympische record. Dus we gaan toch de kant van de 4 minuten op, schat ik in. Maar nogmaals, je mag van haar niks meer dan dit verwachten. Dus heeft ze het gewoon... keigoed gedaan. Keigoed gedaan. Meer gaan we er niks over zeggen. We bouwen het gewoon maar op naar de volgende start. Gaat u kijken naar de beelden die u krijgt van onze eigen cameramensen. Want dat zijn de kenners van het schaatsen. De omlijstende beelden zijn van de Japanners die dit maken. Maar onze vakmensen laten u de volgende beelden zien van wat er op het ogenblik gebeurt op het middenterrein. Derpek Smit, de tweede plek is Groenewold. Zij is nummer 2. Oh. U hoorde dat ze de commentatoren van hun positie af waren, zodat ik dit oude vak na 15 jaar weer eens moet oppakken. Wat leuk is. Groenewold, u zag al Vriezingen. En op enige afstand blijft Gerard Kemkers achter Groenewold aan. Hoe lang zijn ze al samen? 7 jaar. En dan vertrouw je elkaar en dan weet je wat er gebeuren moet. We beginnen zo direct met die waanzinnige gekke dans. Met die 4 laatste ronden met Anschutz en Pechstein. Ja, Pechstein dus inderdaad voorop. Ritten eerder dan haar tegenstanders. We kunnen daar allemaal naar gaan zitten kijken en afwachten. En Groenewold die weet dan ook wat er mogelijkheden zijn. Tegen Cindy Klaassen. Groenewold binnen, dat is een nadeel. Dan eindigt ze dus buiten in haar rit. Hier komen de 2 Duitse vrouwen aan. We kijken naar Groenewold. Een beetje hoestend en proestend. Klaassen die we zojuist van achter zaten. En het lijkt haast wel of ze in een soort van gebed verzonken was. Nou weet ik dat ze is in de Heer. Dat zal dan ook wel. Ja, de een mediteert en de ander die doet het op een andere manier. Ooit ijshockeyspeelster. Daarachter, verder weg, nadat we Groenewold heel diep verzonken hier zien. Ja, die is nu echt in diepe concentratie. Dat is wel duidelijk. Ze oogde inderdaad heel ontspannen toen ze vanuit het Olympische dorp met haar fiets richting de oval kwam. Dat was echt opvallend. Maar ja, nu, en dat zie je ook aan Vriezingen, ja, het komt er nu gewoon op aan. 8 vrouwen kunnen nog onder Buusdorf. 4-0-2-43. Straks in rit 13. Maar wat betekent 13? Annie Vriezingen tegen Christina Groofs. Hier zit Itz. En Itz heeft zo zijn gedachten. En Itz is zo rustig. Nou heren, kom er maar in. Frank, Martin. Daniela Anschutz uit Erfurt. Volle naam tegenwoordig. Daniela
Anschut Toms, want ze is in het huwelijk getreden met een Duitse voormalige sprinter. Van die naam. En daar, de regerend Olympisch kampioene, Claudia Pechstein. Fenomeen. Derde werd ze op deze afstand in 1994 in Lillehammer. Een Olympiade verder werd ze tweede op deze afstand. En 4 jaar terug in Salt Lake City volgde de medaille die in die collectie van 3 kilometer eremetaal nog ontbrak. Brons, zilver, goud. Het armbandje is te wijd voor haar rechterarm. Dat gaat nu al zakken. Dat gaat het niet houden. Of hij zit er strak, ik weet het niet. Ik denk dat ze hem af gaat gooien. Nou, dat deed Falco Zandstra een keer. Ook in Italië, maar goed. Het grote verschil met de vorige Olympische optredens van Pechstein is dat ze nu redelijk vroeg in het programma aan bod komt. En dat ze, het is al eerder gememoreerd, zich niet kan richten op de tijden van al haar andere concurrenten. Ze kan zich wel richten op de tijd van Irene Wüst. En dat zal ze ook wel gaan doen. 19:53, 100ste boven de opening van Wüst, de opening hier van Pechstein. Als je het papier laat spreken, puur en alleen het papier laat spreken, dan is Pechstein favoriete nummer 1. Immers, alle kleuren medailles op de 3 kilometer heeft ze al. 2 keer wereldkampioen op deze afstand. 12 wereldbekerwedstrijden gewonnen. Meer dan wie ook van haar concurrenten. En bij wereldkampioenschap allround stond ze na de 3 kilometer 10 keer op het podium. En als je naar het papier kijkt, dan kijk je ook naar het bouwjaar van Pechstein. 1972, ja. Tijdens deze Spelen hoopt ze haar 34e verjaardag te vieren. Dat moet ik je gaan tellen. En zo scherp, hè? Zo dicht op die blokken. Ze zit in die zone, zoals je dat moet noemen. Alleen ja. Verliest nu heel erg veel in deze ronde ten opzichte van Wüst. Van Wüst. Ja, maar ja. Ik herinner me toch ook wel Olympische races van Pechstein. Waarin ze inderdaad wat verloor in het begin, maar terug ging halen toen het erom ging in de laatste rondes. En daar is kans, hè? Wüst eindigde met 34-0. Wüst hier 1:52:10. Pechstein geeft 14e weer toe in dit rondje. Maar houd contact met dat schema nog. Wüst kan nog 1 keer versnellen naar 1:31:3. Volgt ze de race van Pechstein of niet? Ja, natuurlijk. Heel stiekem uit een ooghoek. Groenewold hierna tegen Cindy Klaas. Anschut blijft trouwens nog dichtbij bij Pechstein. Blijft goed in het spoor. Het rondje 31-3 van Wüst wordt hier niet echt gepareerd hoor. 32-2. Nu loopt het verschil op naar zo'n 2,5 seconden. In het voordeel van Wüst. Het kan anybody's day zijn, zei Cindy Klaas. Het kan ieder zijn dag zijn. Bij de Spelen treedt wel eens iemand naar voren. Waarvan dat misschien niet helemaal direct was verwacht. Zou Wüst die persoon zijn? 32-1, het rondje van de Nederlands. En Pechstein 32-8. Dat gaat ze niet meer goed maken, de Duitse. Die gaat haar Olympische titel verspelen. 3 seconden rijdt ze nu boven het schema van Wüst. 3 seconden. Dan zou ze in de resterende 2 rondjes 2 keer 1,5 seconden moeten goedmaken op Wüst. Dat kan niet. 32-7 de ronde hier nog van Wüst. Dan zou Pechstein nog haast een 31er moeten rijden. En die rijdt ze niet. Kijk maar. Die gaat sowieso de titel inleveren. 33-0. Nee. Pechstein doet afstand van haar Olympische titel. Anschutz zit ook te dicht in haar spoor. Als Pechstein een echt grote dag heeft, dan kan Anschutz nooit zo dichtbij blijven. Het is maar de vraag of dit goed genoeg is voor een medaille. Alle voorgaande keren
in Lillehammer, in Salt Lake en in Nagano leverde de 3 kilometer per stang eremetaal op. Nu is dat maar zeer de vraag. 4-5-54. Zo, 2 zijn er doorgestreept, denkt Wüst. Je kunt er maar vanaf zijn. Een zorg minder voor haar. Nog 3 ritten. De Olympisch kampioene moet buigen voor de 19-jarige uit Goorland. 3 ritten nog. 6 vrouwen nog in competitie. In de laatste rit Sablikova tegen Clara Hughes. En oh ja, ook Clara Hughes heeft wel eens 3 kilometers gewonnen. Christina Groves in rit 13 heeft ook wel eens een wereldbekerwedstrijd gewonnen. 3 kilometer tegen Annie Vriesinger, die geen introductie behoeft. En dan nu Cindy Klaassen, houdt ze van het wereldrecord. Winnares dit seizoen van 2 wereldbekerwedstrijden tegen Renate Groenewold. Groenewold, die toen deze dag begon de snelste Nederlandse dit seizoen was op de 3 kilometer. Inmiddels is dat iedereen Wüst met het baanrecord zojuist gereden. 4-2-43. Groenewold heeft dit seizoen al in de 4-2 gereden, maar dat was in Salt Lake City. En toen ging het niet goed met haar. Dat was een redelijk herstel. Nou, daar werd ze toen 7e in Salt Lake. Maar kijk maar eens naar haar uitslagen dit seizoen. Ze begon met 16e plaats in Calgary. 7e al in Salt Lake. En nu kon ze weer lachen. 4e in Turijn bij de wereldbekerwedstrijd hier in december. Dus er zit een stijgende lijn in. En hier in Turijn, in december toen, dat was een mentale opsteker van je welste voor haar toen, vond ze ook weer de weg naar het podium. Met zijn 3e op de 1500 meter. Dat ziet er loeigevaarlijk uit, zo zeg. Een nieuw pak, niet dat rode pak. Je kunt het mooi vinden, je kunt het ook lelijk vinden, maar opvallen doet het zeker. Dit pak. Cindy Klaassen uit Winnipeg van origine. Go to the south. 3e werd Klaassen in Salt Lake. Dat was mama Groenewold, die eigenlijk niet meer durfde kijken. 3e werd ze in Salt Lake op de 3 kilometer 4 jaar geleden. En daar werd Groenewold toen 2e. Red. Ze stonden gezamenlijk op het podium toen. 4 jaar terug. Nu 4 jaar verder. Ze is voor 1 ding gekomen, zei Groenewold. Winnen. En Klaassen ook. En die gaat onmiddellijk. Die weet, dat straalt ze uit. Die prestatie van Wüst, die kun je misschien overtreffen. Maar dan kun je in geen enkele ronde wat laten liggen. Een Klaassen is gewend om snel te openen. De Groenewold wist van tevoren. Als ik tegen Klaassen rijd, dan ben ik de eerste ronde kwijt. Ja. Van Groenewold is het zaak om het gaatje niet groter te laten worden dan 1 meter of 20, 30. Zodat ze in de laatste 2 ronden nog even terug kan komen. Slaan. Ja. Nou, eens kijken wat de eerste volle ronde wordt van de Canadezen. 30-2 klopt de Wüst. Eerste hele rondje. 30-0. En 30-2 van Groenewold. Groenewold rijdt op het schema, als je daar nu over kunt spreken, van Wüst. Dan doe je het dus goed. Ja. Ze is in de buurt gebleven van Klaassen. Kijk eens. De ronde van Wüst ging in 30-8. Klaassen geeft toe. Ja, heeft hij wel een hele lekkere kruising, Groenewold. Kijk hoe goed ze erachter kruipt. Gebruik maakt van Groenewold. Groenewold moet mee. Wüst liet hier even de rondetijd oplopen naar 31-4. Cindy Klaassen 31-5. Groenewold ook.
zou ze meerijden. Wüst zou ze nu precies tussen Klaas en Groenewold inrijden. Om de verschillen even aan te geven. Mooi die bocht in beeld gebracht. En Groenewold komt onderdoor hoor. Hij gaat zeker een snellere rondetijd noteren. Wüst 31-3. De ronde. Links boven haar tijd. En nu zijn beide vrouwen boven de tijd van Wüst. Groenewold sneller in de ronde. Klaas is niet in staat om gebruik te maken van Groenewold op deze kruising. Klaas heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. Dus als Groenewold de rit wil winnen, moet ze nu heel hard onderdoor komen. 32-0. Nu pakt Klaas weer wat terug op het schema van Wüst. 400, ze rijdt ze naar boven. Wat zijn de marges klein? Nou goed opletten. Groenewold mag nog één keer van deze binnenbocht gebruik maken. En komt straks de kruisbocht richting de laatste buitenbocht. Dat is een nadeel. Ze wil winnen, dus moet je nu op je tanden bijten. Nu moet je mee. Nu moet je vooruit. Ja, de rondetijden lopen hier nog ook op. De 33 is nu. En beide vrouwen langzamer, als je dat mag zeggen zo, dan Wüst. Dat is een adembenemend gevecht. Een klasse is er nog niet bij hoor. Groenewold rijdt een goede bocht. Groenewold gaat de rit winnen. Die kan geen slag meer maken, Zwart Klaassen. Die kan geen slag meer maken. Die is opgebrand helemaal. 4-0-2-43. Links de tijd van Wüst. En Groenewold. Groenewold komt daar niet aan. 4-3-48. Tweede plaats. Klaassen verslagen. De houdster van het wereldrecord verslagen. Een van de grote favorieten verslagen, de Groenewold. Maar ze heeft toch een gemengd gevoel overgehouden aan deze race. Want hier staat nog altijd de nummer 1. Groenewold heeft nu een beetje het Ria Visser gevoel van Lake Placid. Zo goed gedaan. Zo geweldig goed gedaan. Zoveel enthousiasme ontketend op de tribunes. Cindy Klaassen verslagen. Maar hier staat nog altijd de nummer 1. Ze hebben elkaar gesloopt. Groenewold en Klaassen. Tot het uiterste gedreven. Totdat Cindy Klaassen die tijden kan rijden, terecht gezegd, die tijden van een man kan ze rijden. Die 1500 meter toen. Geweldig. En nu was ze gesloopt. Gesloopt door Groenewold. Ze kon die laatste bocht niet fatsoenlijk meer doorkomen, Cindy Klaassen. Maar uiteindelijk zijn ook beide vrouwen verslagen door Irene Wüst. Kijk. Meteen die blik op het scorebord. Natuurlijk, zilver heeft zo. Ja. Maar niet. Mag nu gaan jagen. Dat kan ook iemand anders. Niet. Niet of Cindy Klaassen ze had verwacht. Nou ja, misschien is dat wel het maximale wat erin zit. Je weet het niet. Misschien moet ze wel jagen op rond. De Canadezen hebben nog twee troeven. Straks Clara Hughes, nu Christina Groves. In eerste instantie gaat de jacht natuurlijk, Martin Rutje gelijk, op de positie van Wüst. De jacht op het baanrecord. Groves stond twee keer op het podium na 3 kilometer dit seizoen. Twee keer derde werd ze in Salt Lake en in Turijn. Friesinger, derde in Calgary, daar iets. En Friesinger, die de wedstrijd in Salt Lake aan zich voorbij liet gaan, werd in Turijn hier de nummer 1. In een tijd 200ste boven het toen net verse baanrecord van Wüst. We pakken de race van Wüst maar meteen bij. 1952, de opening van Wüst. Friesinger
1947. Daar net onder. Roos kan slecht openen. Maar goed finish. Pechstein dus op zeker zonder medaille vandaag. Zo, voorzichtig begin van Annie Vriesinger. Rijdt de laatste jaren ook vlak aan 3 kilometer. Vlogen vroeger net zo in als Irene Wüst nu doet. Ja, heeft haar tactiek aangepast. Is dat nu wel verstandig? Zullen we zien? Maar wacht even, vorig jaar werd Vriesinger ook gewoon wereldkampioen op de 5 kilometer. Die lange afstanden, die kan ze rijden. 10 wereldbekerwedstrijden gewonnen over 3 kilometer. 31-2. Zelfde ronde als die hiervoor. Tussentijd is momenteel 5e. Ja. 2 seconden boven Wüst. Als deze vrouwen de tijd van Wüst niet kunnen kraken, dan is Wüst verzekerd van een medaille. 1400 meter. De ronde van Wüst ging hier in 31-4. Vriesinger verliest op dat schema. Rose verliest op dat schema. Lange klap. 1,5 seconde rijdt Vriesinger boven het schema van Wüst. Wüst die hier nog die tempoversnelling had. Een rondje 31-3 tussendoor. Vriesinger, ruim uit de bocht. Wüst was al voorbij. Vriesinger, 32-0. Ik begin het gevoel te krijgen dat Vriesinger het ook niet kan. Nee, en dat Wüst komt. Want de tijd van Groenewold houdt niet in. Zo moet ze ook loslaten. 4 jaar geleden werd Anna Christina Vriesinger op de 3 kilometer in Salt Lake 4e. Dat was een grote teleurstelling. Hier, 32-1. Ze loopt niet in op Wüst. Ook niet op Groenewold. Het gaat echt om die laatste 2 ronden. Het doet een beetje denken aan Gerard van Velden. 4 jaar geleden op de binnentrein. Die ook zo lang moest wachten. Nu het rondje van Wüst. Als er nog ergens ruimte ligt, is het in deze en in de laatste ronde voor Vriesinger. Om nog een wonder te verrichten, maar ze kan het niet. 32-8, ook in dit rondje verliest Vriesinger op Wüst. Groves maakt de verwachtingen ook helemaal niet waar. Groenewold kan ze nog pakken met een goede slotronde. Of blijven we 1 en 2? Dan pakt ze eerst laatste. Groenewold. Wüst was binnen, Groenewold was binnen. En voor Vriesinger geen medaille. Wat een machtsgreep heeft hier plaatsgevonden. Een machtsgreep van Kemkers en zijn meiden. Zeker van een medaille, Irene Wüst. Brons verzekerd. Daar zit iemand die verlies verwerkt. Zij zit verlies te verwerken, Renate Groenewold. En dat is op dit moment begrijpelijk. Later zal ze zich realiseren. Als de stand blijft zoals die nu is, dat ze misschien toch ook wat gewonnen heeft. Daar zit Renate Groenewold nu, op dit moment, in de competitie verlies te verwerken. Want ze heeft verloren van Wüst. En Wüst weet, ik heb een medaille. In theorie kunnen Clary Hughes en Martina Sablikova Wüst nog van het goud beroven. Hier zit een meisje dat ook gedroomd heeft van goud. En die die droom niet ziet uitkomen, maar die zich nergens voor zou moeten schamen. Dat zal ook wel tegen haar worden gezegd.
Maar dat komt nu even niet aan. Ja, maar zij was de kopvrouw. Maar dit is een fenomeen. Ja. Rijdt is een kerel. Vriesinger 4, nu al. Wüst, Groenewold, de nummers 1 en 2. Cindy Klaassen, nummer 3, op dit moment. Vriesinger stond ook niet op het podium in Salt Lake City, nee, hè? Zie je er ook naast. Vierde, en dat heeft toen doorgewerkt op de dagen die volgden tijdens die spelen. En die, gelukkig voor Vriesinger, toch nog uitmonden in het goud op de 1500 meter. Nu, nog twee vrouwen in de competitie. 1 en 2 staan de Nederlandse vrouwen. Zou het kunnen? Twee vrouwen op een podium. Is dat eerder gebeurd? Ja, dat is wel eerder gebeurd. Dat is wel eerder gebeurd. In Grenoble stond Ann Schutta op het hoogste treetje. En werd Stien Keizer derde. In Sapporo werd Keulen, Adje Keulen, derde. En werd Stien Keizer eerste. Het is twee keer eerder gebeurd. Op de 3 kilometer, twee Nederlandse vrouwen op het podium bij de Olympische Spelen. En Sapporo, 72, was ook de laatste keer dat er geen Duitse vrouw op het podium stond. Ja, dat kan maar weer gaan gebeuren. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook nog een valse start. De eerste van de dag. De eerste van de dag. Japanse starter. De eerste valse start van deze dag. Ja. Geen Duitse vrouw op het Nederlandse podium. Cindy Klaassen heeft wel Duitse achtergrond. Ja, zullen ze het daarvan moeten hebben? Haar opa en oma, ja. Ja. Eerste valse start van de dag. Go to the start. Larry Hughes heeft een persoonlijk record onder de 4 minuten. Dit jaar gereden in Salt Lake. Martina Sablikova reed 1 keer bijna onder de 4 minuten, ook in Salt Lake. Net boven de 4 minuten finishte de Tsjechische toen. Die zichzelf dit seizoen 4 keer heeft verbeterd op deze afstand. Sablikova, die derde werd bij het Europees kampioenschap allround op de 3 kilometer en daar de 5 kilometer won. Eigenlijk geldt voor deze twee vrouwen allebei dat ze beter zijn op de 5 dan op de 3 kilometer. We hebben moeite met die snelheid. En zeker de snelheid die je hier nodig hebt. En eigenlijk denk ik dus dat zij geen bedreiging kunnen vormen, normaal gesproken, voor de positie nu van Irene Wüst en Renate Groenewold. Maar het blijft sport. Je moet onder die 32-0 structureel blijven rijden. Dat zouden deze vrouwen dan moeten doen. 32 het rondje van Wüst. En kijk, Sablikova 31-9, Hughes 32-4. Een hele langzame opening. Ja, dat kan haar niet meer. Hughes geeft nu al 4 seconden toe op Wüst. En we zijn net begonnen. We zijn er niet. Nee. Deze Sablikova kan echt vlak rijden en echt versnellen. De tussentijd van Wüst heeft geen zin. Wat doet ze in de rondetijd? Is die weer onder de 32-0? Nee. Ik zou zeggen, nog 5 rondjes. En dan kan overal een fles champagne open, hoor. Het kan gewoon niet meer. Nee, lijkt me niet. Toch nog een keer kijken, toch nog een keer vergelijken. De ronde van Irene Wüst naar de 1400 meter toe ging in 31-4. Ja, en ook Groenewold 31-5. En Sablikova, die Hughes nu achterlaat, duidelijk 32-3. Versneld, een tiende. Ja, ten opzichte van vorige ronde, maar ze moet echt een heel stuk versnellen. Ze moet 5 seconden goed maken op Wüst. Kijk naar de rondetijden van Wüst, dat kan niet. De weg naar het podium lijkt er onmogelijk voor Hughes en voor Sablikova. 32-2. Ook hier verliest Sablikova een seconde op het schema van Wüst. Die gaat ze niet meer halen. We moeten nu gaan kijken. Irene Wüst is Olympisch kampioen op de 3 kilometer.
Groenewold wordt twee. Ja, fantastisch. Cindy Klaassen derde. Twee Nederlandse vrouwen op het podium. Natuurlijk, je moet het helemaal zeker weten. Niet meteen die beer, de tranen komen al. De tranen van vreugde. Rondje 32-7 van Sablikova. Ze baalt nog steeds. Ja. Ja, ja, dit was de kans. Dat is een topsportgedachte. Als je tweede wordt, ben je de eerste van een heel peloton van verliezers. Dat straalt ze nu uit, Groenewold. En daarom misschien is het wel goed voor Groenewold dat de medailles pas morgen worden afgegeven. Ja, en niet vandaag. Deze Wust is net zo'n type als Sven Kramer. Die komt alleen maar om te winnen. Een roofdier. Ja. Een roofdier. Nou, één rondje nog, Wust. En dan mag je een gat in de lucht springen. Dan weet je het helemaal zeker. Maar ze weet het nu al. Ze weet het nu al. Op de dag dat vast komt te staan, dat Greta Smit aan de 5 kilometer niet mag rijden, staat daar voor Sportland Nederland veel tegenover. Het goud van Irene Wust. Het zilver van Renate Groenewold. Zij is Olympisch kampioen 2006. Voor de vierde keer wint een Nederlandse vrouw de Olympische titel op de 3 kilometer. Ann Schut, Stien Keijzer, Yvonne van Gerp, Irene Wust. En Gerard Kempkes incasseert hier dus weer medailles. Gisteren met Sven Kramer. Nu met Renate Groenewold en met Irene Wust. Derde medaille deze Spelen van Gerard Kempkes. Dan weet je als coach, ik heb het goed gedaan. Ik heb de goede snaar geraakt. Ik heb goed gepland met mijn ploeg. In het voorseizoen waren er wel eens vragen. Gaat het wel goed? Liggen jullie wel op schema? Ja, werd er dan geruststellend gezegd. Want wij moeten goed zijn in februari. En goed waren ze. Beter dan dat. Beter dan goed. Ze is het zich nu helemaal bewust, zeg maar. Er was nog even de twijfel. Er was nog even de angst van, wat gebeurt er nog? Wat gebeurt er nog? En nu is er deze knuffel en de zekerheid en een microfoon in de buurt van Irene Wust. Olympisch kampioen, joh. Ik kan gewoon niet zijn. Ja. Ik geloof het gewoon echt. Dit is niet normaal. Dit kan niet. Fuck. Hoe kan het eigenlijk? Ik heb geen idee. Ik snap er echt helemaal niks van. Waar waren de meest slopende 20 minuten uit mijn leven? Maar ik snap het niet. Het is gewoon onwerkelijk dit. Dus ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat heb je gedacht na je race eigenlijk? Want je moest zo lang wachten. Ja, ik heb maar gewoon de hele tijd muziek geluisterd en dan met muziek af. En dan weer op het bord kijken en dan weer ergens anders aan denken. Ik wist het niet meer. Het was echt slopend. Moet weg. Gaan we dansen. Oké, ja, komt goed. U kijkt naar Gerard Kempkes die de felicitaties ontvangt van collega's en die er schijnbaar rustig bij zit. Maar ik zeg met nadruk schijnbaar. En nu Wust op zoek naar alles. Dus ze mag ook. Ze kan zo'n marathon nog lopen als ze wil, hoor. U heeft haar ouders straks op de tribune gezien. Met Annie Vriesinger die hier in Turijn tekent voor de vierde plaats. Ja, dat zullen we weten. Gorle mag alle tapkranen openzetten. Dat zullen ze al gedaan hebben. Anschutz. Die zesde wordt. Dus de Duitse vrouwen 4, 5 en 6. Onze koninklijke familie. En een 19-jarige vrouw die Olympisch kampioen wordt. Die tijd van 4-2-43 die zij neerzetten als baanrecord was te veel voor de rest. En daar de twee meiden samen. Zo ver weg, zo dichtbij. Of zo dichtbij. En zo ver weg. Het zal nog lang
druk blijven in het hoofd van Irene Wüst. Groenewold, tweede. Twee keer tweede op deze afstand. Wat wou je zeggen, Rie? Nou, ik weet hoe moest je het slikken? Ja, nee. Ten eerste ben ik zo ontzettend blij dat ik er zo naast heb gezeten vandaag. Wat betreft de tijd van Wüst waar andere mensen om door zouden gaan. Ik ben zo blij dat niet gelukt is. En wat betreft Groenewold, ja, dat tweede worden en dan een landgenote die eerste wordt, dat is een rotgevoel. Je gunt het die ander absoluut, ja. Maar je had zelf gewoon die gouden plak willen hebben. En dan refereer je aan 1980 Arnie Borgink die onder jou doorkwam. Ja. Ja. Cindy Klaassen wordt derde. De snelste vrouw dachten wij met z'n allen op de 3 kilometer. En hier staat het klassement. Het staat er mooi. Goorle lijst het in het goud graag. 4-0-2-43, 4-0-3-48 voor Groenewold. Klassen krijgt brons mee met 4-0-4-37. En dan 3 keer Duitsland, Vriesinger, Pechstein en Anschutz. Nou, het zal even verwerken worden voor iedereen en alles. En zeker voor het grote oranje gezelschap dat op de Oval Lingotto bijeen is gekomen. Denkt u niet dat ze nu enge dingen is aan het doen? Renate Groenewold. Dat doen heel veel meer schaatsers hier. Even aan zo'n pompje. En het oranje staat heel hoog vandaag. Het oranje staat op goud en zilver. En ik zal het u maar meteen vertellen als u dat nog niet weet na de uitzending van gisteren. We krijgen geen medailleuitreiking hier. Die is pas morgen op het daartoe geëigende podium dat midden in de stad staat. U ziet de winnares van de bronzen medaille, Cindy Klaassen, die zo kapot gereden werd in het directe duel tegen Renate Groenewold dat ze wankelend door de binnenbocht geen slag extra meer kon maken. En in een abominabele slotronde alle kracht verloor. Renate Groenewold, ook zij eindigde met een slotronde van 34. 34-2 om precies te zijn. En ze komt dus maar een streepje tekort. Haar eindtijd 4-0-3-48. Ja, ik zei het al eerder, zo dichtbij en zo ver weg. En dan hier is het wonder van Goorle. Erin knallen heeft ze ons geleerd. Ze heeft knallen binnen de Duitse taal gebracht. En nu weten wij hoe het moet. Niet meer met het ijs in gesprek gaan. Nee hoor, dat is voorbij dat tijdperk, absoluut. Hupsie. Nou ja, de enige die dat nog een beetje deed, dat was Annie Vriesinger. Of ze nou niet harder kon, of dat ze voorzichtig was, weet ik niet. Maar zij redde het niet. Ja, en deze mannen zijn blij, natuurlijk. Natuurlijk ben je blij. Iedereen is blij hier. Die mag weg, 6000 mensen, waarvan de 5000 Nederlanders zullen zijn. En Gerard Kempkes met zijn toch voorzichtige opbouw met deze twee vrouwen. Ik zeg het altijd, hij wordt wel te cerebraal genoemd, te voorzichtig, te conservatief. Kijk, Vriesinger die zit daar meteen bij. Oh nee, Sappemeer doet daar meteen in mee. Kijk eens aan. God created the Dutch. Nou, dat zullen ze weten vandaag in de stad. Nou, wat een verrassing. Dit is echt Olympische Spelen, hè, dit. Is mooi, toch? Ja. Is toch prachtig. Ja, misschien is hij dan wel wat voorzichtig. Maar hij kan het wel. Goeie schaatser in zijn eigen tijd. 88. Gerard Kempkes, Groningen. Was in dienst van de Amerikaanse ploeg. Kreeg hij helemaal goed op de rails. Goede beslissing van de Nederlandse ploeg om hem terug te halen. En winnende coaches, Gerard, hebben altijd gelijk. Dat weet hij. Dat is een Amerikaans gezegde en daar hebben we het wel eens met hem over. Wat een heerlijk idee moet dat ook zijn dat je twee mensen begeleid hebt naar de twee hoogste plaatsen van een Olympische Spelen. Als coach moet dat. Ja, dat een is ook een soort van droom waar je dan in terecht komt. Absoluut. Geweldig voor hem. Geweldig, Gerard. Alle Nederlanders zijn blij. Oh, ja, de starter. Rob van Wieren, starter die daar achter kwam. En dit hele gezelschap. Ik stel ook voor aan de mensen in het Heinekenhuis om een klein vaartje extra aan te slapen vanavond. En ik zou ook niet meteen sluiten als ik jullie was. De bloemenceremonie, zoals die officieel hier heet. Dus geen medailles, ik zeg het u er nogmaals bij. Die krijgt u morgenavond live te zien bij de NOS. Vanavond overigens de ceremonie waarin Sven Kramer mag optreden. Kleine ceremonietje.
Ze is wel de jongste Olympische kampioene van Nederland, hè? Ja, dat is een hele goede ring. Prima. We moeten een beetje bijhouden. Jaar oud. Ja. Dat hadden we toch niet kunnen bedenken toen we hier begonnen vandaag met zo'n startveld waar Vriezingen en Klassen bij stonden. Zeker niet. Pech zijn daarbij. Luistert u goed, Wee. Hier hoeven wij niks bij te zeggen. Les fleurs seront remises par monsieur Gerhard Zimmermann, vice-president du Conseil de l'Union Internationale de Patinage Allemagne. The flowers will be presented by Mr. Gerhard Zimmermann, International Skating Union Vice-President. En Gert Zimmermann, vroeger een goede schaatser, tijd van hard schenk. 1505 kilometer man. Inselen. Medaille de bronze, representant du Canada. Ladies and gentlemen, the bronze medalist with a skating time of 4 minutes, 0.04.37. Representing Canada. Medaglia di bronzo col tempo di 4.04.37 per il Canada. Cindy Klassen. Brons voor Canada, Cindy Klassen. Ja, net als 4 jaar geleden. Medaille d'argent representant les Pays-Bas, the silver medalist with a time of 4.03.48, representing the Netherlands. Medaglia d'argento con il tempo di 4.03.48 per l'Olanda. C'è di poi. Renate Groenewold. Dat zit heel diep. Net als 4 jaar geleden. Wat goed is, komt snel, zeggen ze wel eens. Medaglia d'oro col tempo di 4.02.43 per l'Olanda, Irene Wüst. En dat is een dubbele Ikema. Van Parma via de coach naar de kroonprins. Met al het oranje gerut daar. Is het oranje boven op dit moment om iets voor zevenen hier in de Oval Lingotto. Irene Wüst, 19 jaar oud. Lekker knallen. En zij, deze twee mensen, die zijn zo trots als het maar kan. En terecht. En we zullen door de avond heen, en dat bent u van ons gewend, zullen we u proberen op de hoogte te houden van wat er allemaal gaat gebeuren met deze twee vrouwen en met de rest van de Nederlandse ploeg. Er zal ongetwijfeld gevierd worden. Weliswaar met de rem erop. Want de spelers zijn pas 2 dagen oud. Dat is toch wel leuk, hè? Ja, derde medailles. De medailles nummer 2 en 3 voor de Nederlandse ploeg zijn vandaag binnengehaald door deze vrouwen. Waar moeten we heen? Waar moeten we heen? Nou, dan maar zo. Goed zo. Voor het familieportret. Maar ik heb het idee dat ze zo graag naar de ouders wil. Ja, dat wel. Nou, over het ijs, Maxima. Dat is die bijna traditionele theemuts die vaak op het ijs gegooid wordt, waar ook ter wereld. En daar hebben al heel wat hoofden in gezeten. Beroemde hoofden. En die pijn, die blijft. Er zijn er allemaal mensen die je via protocollen moeten leiden. Dan mag je dit niet en dan mag je dat wel. En dan moet je zus en dan moet je zo. En daar komt ze dan. Nou, Bert, kom maar. Renate, gefeliciteerd. Maar daar wacht je niet op nu, hè? Nee, niet echt. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ze baalt nu op dit moment. Natuurlijk moet je blij zijn met zilver, maar ik ging hier voor 1 medaille. En het doet nu nog even zeer. En doet het misschien nog zeer dat niet Klaas of Vriezingen het was, maar Wüst? Nou ja, liever een Nederlandse dan een Duitse of een Canadese. Maar ja, ik ging misschien in het begin net iets te,
te gehaast, te geforceerd met Klaassen mee. En ik blies me gewoon helemaal op en zat gewoon niet meer in. Hoe denk je dan nu op dit moment over dat zilver? Van, ja, die had ik al? Ja. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Wat het dan later zijn van, oh, die heb ik ook, twee? Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, het is voor, je ziet nu bijvoorbeeld Vriesingen staat gewoon naast het podium. Alleen op dit moment over eerst even dat ik baal dat het niet de eerste plek is. Maar goed, het zal wel komen. Wat ging je meteen na de race of na de wedstrijd? Ik zag je naar beneden gaan. Wat gebeurt daar dan? Is dat dan huilen, huilen, huilen? Of? Nou, huilen niet, maar er komen wel even wat traantjes naar boven. Sven Kramer gevoel een beetje? Of was dat toch anders? Nee, absoluut. Het is gewoon even de teleurstelling dat je niet wint. En dat ik je vanmorgen al zei, je gaat voor één plek en dat is goud. En dan is de tweede plek is een teleurstelling. Maar goed, straks aan de andere kant zal ik ook wel zoiets hebben van ja, maar ik ben wel mooi tweede. Alleen op dit moment is het gewoon balen. Ja, en zoals iedereen toch vanochtend dacht, er waren twee mensen. Ja, ik bedoel, die zouden 1 en 2 worden. En dan was derde mooi. Maar je bent wel tweede. Ja, ik ben blij dat jij het zo positief bekijkt. En het is misschien ook zo, ik kan alweer wat lachen. Dus, Dankjewel. Okay. Goed dat ze het zo oppikt. Daar staat haar vriendin en daar staat haar moeder. Ja, en haar moeder zegt, ja, oh, wat goeie, leuk van ja, dat mens. Top, ja. Prima, mams. Ja. Wereld. Ja. Ik krijg een medaille voor. Geweldig. Ja. Wat een relativiteitszin heeft ze daar. Lachen ze een beetje, mens. Kom je hier, zeggen ze, oké. Okay. Ja, goed hoor. Ja, prima. Waar zijn moeders voor? Ja, ja, zo is het. Oh, wat helemaal lachen. Gelijk. Ja. Lachen een beetje, mens. Wat een dag, dames en heren. Wat een dag. En we zijn er nog lang niet. We zijn er nog lang niet, want we gaan nog allerlei dingen doen. We gaan Irene Wüst volgen, de ouders volgen. Alles gaat nu op volle stoom. De hele NOS-crew zal bezig zijn. Goed, we kunnen nu iets wat rustiger met Wüst praten. Terwijl u daar de Groene Wolds stam ziet. Hier, Bert, ga maar. Ja, we zijn een paar minuten verder. Hoe is het nou? Ja, nog steeds onwerkelijk hoor. Ik bedoel, ja, ik kan het gewoon echt niet geloven. Het is gewoon, ja... Ik weet niet wat ik... Ja, het is gewoon gaaf. Had je hier enigszins rekening mee gehouden dat zoiets kon gebeuren? Nee, ja, kijk, tuurlijk weet ik... Ik had wel enigszins rekening mee gehouden dat ik me eventueel op podium zou kunnen rijden. Maar dat het goud is, dat had ik niet durven dromen. Stek, je hebt hier eerder gereden in december. En het leek wel een kopie, zeker het begin, op het eind was je sneller, maar een kopie van die race. Was dat nou een hele goede les, zodat je wist hoe je het moest doen? Ja, kijk, ik wist natuurlijk wel wat ik kon hier en ik wist wel dat het in principe mijn eis was. Dus ik ging er nou ook weer voor en ik begon wel weer snel met 30-2 geloof ik en toen 30-8. En toen kon ik even heel mooi vlak 2 rondjes 31-4 rijden. En ik denk dat ik daar vooral winst heb gepakt. De laatste ronde was wel wat te hoog oplopen en daar was ik wel bang voor dat ze daar winst zouden pakken. Maar ja, het is zo raar als je 20 minuten zit te kijken en iedereen die... Ja, die komt boven je tijd. Dat is gewoon heel raar om te zien. Het is echt heel onwerkelijk. Kon je rustig blijven? Nee, echt muziek in mijn oren. Dan weer zitten, dan weer staan, dan weer met die praten, dan weer met drie praten. Het was echt... Ik heb nog even met mijn broer gebeld op de tribune. En het was gewoon een gek huis was het. Ja, want ik had een beetje uitzicht op dat vak waar jouw familieleden zaten. Hoe gaat dat dan? Ja, ik schreeuw. Ik heb al brons. Ja, dat is gewoon echt... en dan de laatste rit. Dan moet je wachten. En dan zie je dat ze op een gegeven moment 8 seconden erboven zitten. Dat is gewoon... Wat je dan allemaal door je heen gaat op dat moment. Dat is gewoon onbeschrijfelijk mooi. Dan zijn er twee ploegenoten die goud en zilver winnen. Dat zijn jullie. Wat is het geheim daar nou van geweest? Want iedereen zei toch vooraf Klaassen en Vriesingen. Dat kun je invullen. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat we elkaar sterker maken. En... wat het geheim is, ik denk dat we er allebei op dit moment staan. En ik weet niet. Ik heb geen idee. En nu, wat ga je nu eigenlijk doen? Want het is een rondje langs de pers en dan? Want je hebt het een beetje van Sven Kramer, denk ik, gehoord gisteren. Ja, ik heb geen idee. Maar ik laat allemaal op me afkomen. Ik ga in ieder geval flink feesten vanavond in Dolland Heinekenhuis. En dan zien we de rest wel weer. Dat is prachtig, hè? Ook, ja, zeker weten. Een dag om nooit te vergeten, hè? Dankjewel. En dan ben je nog maar 19 en dan kan je dat zeggen. Nou, Mams Groenewold heeft haar taak gedaan. Zij heeft al een heel klein beetje lach op haar gezicht gekregen. Onze eindtijd voor dit programma zou 6:55 zijn. Maar ik kan me indenken dat wij een beetje gaan uitlopen. Aan welke kant dan ook. Misschien dat het wel even zinvol is om de, laten we zeggen, grootste verliezer van alle aan u te tonen. Ze wordt de nummer 4. Ik geef u wel even mee dat er sprake is van een eerder opgenomen gesprek. Want u ziet dat de festiviteiten dan nog plaats moeten gaan vinden. Maar Annie Vriesingen is de nummer 4. En dit heeft ze te zeggen. Hoe voel jij je nu?
Ja, jammer. Hè? Een medaille, een echte medaille is mooier dan de vierde plek. Maar het liep niet zoals in trainingen. Het was echt keihard werken vandaag. Maar ja, de meisjes hebben het verdiend. Ze zijn super gereden. En hebben hard begonnen en ze hebben het echt verdiend. Ja, en ik moet ook zeggen, van tevoren zei hij al, Groenewold en Wüst zijn goed. Kijk, ik kon expert worden. Maar liever had ik me ook op het podium gezien, maar is er niet. En nu een race, nu een kans. De meisjes hebben het echt verdiend. En er zijn afstanden waar jij meer kans hebt. Die komen nog. Ik hoop het. Ik hoop het. Dankjewel. U ziet dat Wüst niet kampioen bloemen gooien is. Ze probeerden het wel, maar nu gaat hij daar in de tribune. Daar staan de ouders, daar staat de familie, nou, daar slecht, staat Ilis. Ja, nu heeft ze nog goed gemikt. En nu is ze daar waar ze wezen wil. Namelijk bij de mensen die haar opgevoed hebben, die haar hebben laten gaan. Ik heb met de ouders, wat is het, een week of 3-4 geleden kunnen praten in Noorwegen. En die zeiden van ja, oké, we laten dan maar gaan. En ik geloof ook dat dat geldt voor alles en iedereen om haar heen. Ze laten dan maar gaan. Niet te coachen. Gewoon een dol wijf dat buitengewoon hard kan schaatsen. En die op een manier doet die totaal haak staat op de Nederlandse school. Dat moeten we allemaal vergeten. Ze doet dit allemaal. Ze kan horden lopen, ze kan rennen. Ja. En die prachtige vochtige ogen van pa daar. Ja, pa die opgaf in de Elfstedentocht. Ja, dat vindt hij vreselijk. Vindt hij dat, ja. En Irene die daar zo ontzettend boos over was. Van, ja. Dat kan je toch niet maken. En dat doe je toch niet, dat opgeven. Nou, dat is in die zin haar voorbeeld geweest. En nou, het bracht er tot goud, ja. Deze twee En iedereen mensen. Is er. Misschien dat daar wel een balkenendetje aan het komen was. Had ik het idee, of zoiets. Ik heb geen idee wie dat is. Dat is toch interessant om dat te weten te komen. Wie daar zo pregnant de telefoon krijgt. Stefan, als jij in de buurt bent, dan mag je even vragen aan Ab Krook wie dat is of zo. Goed, wij gaan afronden, dames en heren. Het is niet anders. Ik zeg u dat wij blijven de hele avond nog wel dingen doen hier in Olympisch Turijn. En wij sluiten de zondag in het schaatsstadion in ieder geval af met die prachtige wetenschap dat we voor 1 en 2... hebben gekozen op de 3 kilometer voor vrouwen. Dus goud voor Irene Wüst. Zilver voor Renate Groenewold. En brons voor Cindy Klasse. En wij gaan zo direct hier weg. Komen dan op diverse momenten op de avond terug. En Jeroen, jij neemt het straks over als we deze beelden hebben bij u binnengebracht in de huiskamer in Nederland. De Nederlandse ploeg hier heeft goud en zilver gehaald op de 3 kilometer. En ze hebben dat gedaan met een hele jonge vrouw die gewoon deed wat ze wilde. En een veterane die weliswaar teleurgesteld was, maar die deelt in de vreugde van vandaag. Irene Wüst, Olympisch kampioen. En dat zijn de laatste beelden van de Oval. En dat wil zeggen, dames en heren, dat we straks door de hele avond wel terugkomen. We zien u wel weer ergens. Nu, boodschappen doen.